Wat is de beste spinningfiets met Zwift? Welkom in deze video van fitvooralles.nl en in deze video bespreken we de top 5 beste Zwift spinningbikes. Als je een spinningbike wil kopen waar je Zwift op kunt gebruiken, dan raad ik je aan om deze video even te bekijken. In deze video ontdek je namelijk welke het beste bij je past. Zo kun je eventueel een miskoop voorkomen. Maar voordat we beginnen, eerst nog even de vraag, waarom zou je eigenlijk verkiezen om een spinningbike met Zwift te kopen? Nou, allereerst kun je natuurlijk virtueel fietsen. Dat wil zeggen dat je een zelfgekozen route kunt gaan bereiden. Waar ook ter wereld. Dit kun je alleen doen of samen doen. Dit gaat namelijk vaak online. Ook kun je intensief trainen. En doordat je intensief kunt trainen, wordt je training ook automatisch effectiever. Nou, je ervaart een realistische fietsbeleving. Net alsof je in het echt fietst. VR training, oftewel virtueel fietsen, wordt alsmaar realistischer. En de app wordt constant geüpdate. Dus als er een update bij komt. Zwift is namelijk constant bezig met het verbeteren van de app. Dan kun je die automatisch direct updaten. Nou, voor wie is de spinningfiets met Zwift dan allemaal geschikt? Het is geschikt voor iedereen die liever niet meer naar de sportschool gaat. Train je liever thuis, zit je niet te wachten op drukke sportscholen of openingstijden. Dan is een spinningfiets met Zwift natuurlijk ideaal. Ook als jij snel verveeld bent tijdens het spinnen, dan is een Zwift spinningbike ideaal. Je kunt hem natuurlijk voor de tv neerzetten en series gaan kijken of films gaan kijken. Maar het is natuurlijk veel leuker om virtueel te gaan trainen. Vervelen is dan ook verleden tijd. Nou, zoals ik al zei, je hebt veel trainingsmogelijkheden met Zwift. En de mogelijkheden worden alsmaar meer. De app wordt constant geüpdate, waardoor er steeds meer mogelijkheden komen om alles uit je trainingen te halen. Daarnaast werkt het natuurlijk ook aan je gezondheid en conditie, terwijl het ook nog eens hartstikke leuk is. De spinningbikes zijn voor thuisgebruik en professioneel gebruik. Uiteraard kun je de professionele spinningbikes ook thuis gebruiken. Nou, waar hebben we de Zwift spinningbikes allemaal beoordeeld? Hoe zijn de beste bikes tot stand gekomen? We hebben gekeken naar prijs en kwaliteit, het totaalplaatje van de spinningfiets dus. Ook hebben we gekeken naar type weerstand, wat voor type weerstand heeft de spinningbike en wat is de maximale weerstand, die is uitgedrukt in wattages. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de automatische weerstand. Dit is erg belangrijk voor Zwift specifiek. Als je met Zwift traint is het namelijk wel gewenst dat de spinningfiets de weerstand automatisch aanpast aan de training, zeg maar. Stel dat je een Zwift omhoog fietst, dan wil je ook dat jouw spinningfiets automatisch de weerstand aanpast. Nou, niet elke spinningfiets doet dat namelijk, dus ook niet elke spinningfiets is even geschikt voor Zwift. Dus dit is wel een belangrijk aandachtspunt. Ook hebben we natuurlijk gekeken naar de ervaringen over de spinningfiets zelf en het trainen met Zwift specifiek. En het gebruiksgemak in het algemeen, maar ook zeker hoe makkelijk de bike te gebruiken is met Zwift. Dus hoe makkelijk is die bijvoorbeeld te verbinden met Zwift. Nou, voordat we beginnen wil ik nog even vertellen dat je de beste prijzen van de spinningbikes in de beschrijving kunt vinden. Dus check die even als je interesse hebt in een van deze Zwift bikes. De losstaande reviews zal ik er ook bij zetten. En ook zal ik een linkje neerzetten naar de ultieme koopgids. En daarin kun je gewoon direct de beste opties bekijken en alles even rustig nalezen. Die wordt constant up-to-date gehouden. Nou, dat gezegd hebbende, de nummer 1 is de Schwinn IC8. Dit is de beste prijs-kwaliteit Zwift spinbike. Nou, waarom en wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Nou, de spinningfiets heeft allereerst een erg nauwkeurige trainingscomputer. Die komt erg goed van pas, niet alleen tijdens Zwift trainingen, maar ook tijdens normale spinning sessies. Je houdt je prestaties erg nauwkeurig bij en hij heeft dan ook een hele goede meting. Ook is hij erg geschikt voor erg intensief gebruik. Je kunt hem gewoon gerust elke dag gebruiken, meerdere uren zelfs. Dus zelfs als je met meerdere personen traint, is deze spinningbike erg geschikt. En er zijn er natuurlijk ook nadelen van deze spinningfiets. Nou, wat zijn zoal de nadelen? Hij is nog niet heel erg lang op de markt. En waarom is dit een nadeel? Omdat we hierdoor nog niet echt precies kunnen zeggen hoe lang de levensduur is. Ook is het niet zo voorzienend, oftewel je moet net stroom gebruiken. En daardoor moet je dus een stroompunt in de buurt hebben. Dat is ook een mogelijk nadeel. Dan nummer 2, de beste professionele spinningfiets met Zwift. Dat is de Kaiser M3i Indoor Bike. Nou, deze fiets is niet alleen geschikt voor professioneel gebruik, maar je kunt het ook prima thuis gebruiken. Ook heeft hij SPD-pedalen, dat is goed nieuws voor de wielrenners onder ons. De fietsschoenen kun je dus gemakkelijk inklikken op de pedalen en daardoor kun je meer neerwaartse kracht leveren op de pedalen. Nou, hij is super stabiel, maar toch is hij erg licht, ook dat is een groot voordeel. Het vliegwiel is aan de achterzijde geplaatst, daardoor komt er minder zweet op het vliegwiel en is hij makkelijker schoon te houden. En ook komt dit duurzaamheid ten goede, aangezien zweet natuurlijk schade aangericht aan het vliegwiel, zeker op de langere termijn. Nou, de nadelen zijn dat hij nog relatief weinig reviews heeft.
Dit is de best populaire spinningfiets in het buitenland. In Amerika is het bijvoorbeeld erg populair. In Nederland is het om de een of andere reden nog niet echt doorgebroken. Hoewel die al wel een redelijke tijd op de markt is. Nou, ik verwacht dat die wel steeds populairder gaat worden. En hij kost natuurlijk ook wel wat meer dan gemiddeld. Zeker aangezien het ook hier om een professionele spinningfiets gaat. Maar wat mij betreft is hij de prijs zeker waard. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat vindt. Aangezien je wel een wat groter budget tot je beschikking moet hebben. Nou, op nummer 3 de Tomahawk IC8 van Life Fitness. Dit is de beste allround Zwift spinningfiets. Ook hier gaat het om een professionele spinningfiets, maar ook deze kun je prima thuis gebruiken. Nou, hij heeft een erg goede trainingscomputer, uitgebreide trainingscomputer, met een nauwkeurige meting. En ook is hij geschikt voor erg intensief gebruik. Hij is natuurlijk van professionele kwaliteit, dus echt van sportschoolkwaliteit. En daardoor kun je hem echt makkelijk meerdere uren per dag heel intensief belasten. Ook is hij uiteraard compatibel met Zwift. Dat is natuurlijk ook een groot voordeel. Hij kost wel wat meer dan gemiddeld. En een nadeel is ook dat hij Zwift als enige trainingsapp heeft. Dus geen KinoMap, bijvoorbeeld geen Trainer Road en al die andere apps kun je er niet op gebruiken. Dat is misschien wel jammer als je meerdere apps wil uitproberen. Dan op nummer 4 de SenSport S5000. Dit is de best goedkope Zwift spinning bike. Nou, waarom is deze goed en wat is er minder aan? Je kunt natuurlijk trainen met Zwift, dat is natuurlijk een voordeel. Hij heeft geen neststroom nodig, dat is wel echt erg mooi meegenomen. Je hebt dus geen stroompunt in de buurt nodig. Hij is erg stevig, stabiel en duurzaam. Hoewel er nog niet erg lang op de markt is, kunnen we dat natuurlijk nog niet heel precies zeggen. Maar als we naar de materialen kijken waarvan hij gemaakt is, dan kunnen we echt vanuit gaan dat hij super duurzaam is. Ook krijg je levenslang garantie op het frame. Dat straalt natuurlijk ook vertrouwen uit vanuit SenSport zelf. De prijs-kwaliteit verhouding is dus dik in orde en dit is ook een van de goedkoopste spinningfiets op de markt, terwijl die wel zeker mee kan met de betere. Andere nadelen zijn dat hij geen SPD-pedaal heeft natuurlijk, dat is wel jammer. En hij is niet altijd op voorraad, ook dat is een nadeel. De huidige voorraad vind je trouwens via de link in de beschrijving. Nummer 5, de VirtuFit Indoor Cycle S2i en is de meest duurzame spinningfiets met Zwift voor thuis. Nou, wat zijn ze goed aan en wat is er minder goed aan? Hij heeft een handige trainingscomputer, dat is goed. Deze ook heeft een verlicht scherm, waardoor het makkelijk afleesbaar is. Hij heeft een nauwkeurige meting. Hij heeft veel virtuele trainingsmogelijkheden. De Zwift is ook niet de enige app die je kunt gebruiken op deze spinningfiets. Je kunt ook KinoMap en iConsole Plus gebruiken. Ook beide goede trainingsapps. Dan kun je misschien uitproberen welke app jij het beste vindt. Misschien past KinoMap bijvoorbeeld wel beter bij jou dan Zwift. Daarnaast is hij belastbaar tot 150 kilo, dus een lekker stevige spinningfiets. En hij is verkrijgbaar voor een erg mooie prijs. De prijs verschilt nog wel van tijd tot tijd. De beste prijs van dit moment vind je in de beschrijving. Hij is best wel groot, dus dat is wel mogelijk nadeel als jij een kleinere ruimte hebt. Een kleinere trainingsruimte tot je beschikking. En het is ook niet de meest geavanceerde spinningfiets. Daarmee bedoelen dat hij wel veel trainingsmogelijkheden heeft, maar... je moet denken aan de luxe functies, bijvoorbeeld echt een nauwkeurige hartslagmeter bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen heeft hij allemaal niet. Dit waren de top 5 beste spinningbikes met Zwift. Mocht je nou interesse hebben in een van deze spinningfietsen, check dan zeker even de linkjes in de beschrijving. Dan weet je zeker dat je de beste prijs vindt en niet te veel betaalt. Dat zou namelijk zonde zijn. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en dat je de beste hebt kunnen vinden. Geef het even een like als je wat aan hebt gehad. Laat een reactie achter. En dan dank jou nu voor het kijken van deze video en dan zie ik je weer in een volgende video.